Toppers, welkom back bij weer een nieuwe aflevering van de Kim Munnekom podcast. En ik neem hem op vandaag op mijn verjaardag. Ik heb net Julian in bed gelegd. En nu is het heel even rust. Ik wilde het vanochtend al doen. Zijn vriend is vanochtend namelijk nog even naar IJssel gegaan om te gaan klussen naar het huis. En ik zei van ik zorg voor Julian. Dan gaan we vanmiddag gezellig lunchen. Doe cadeautjes uitpakken. En dan gaan we 's middags nog even wandelen. En frietjes eten ergens op een bankje in de zon. Dat was de bedoeling, daar had ik zin in. En de dag liep heel anders. Vanochtend, ik had Julian net in bed gelegd, ging de deur wel. Super lief, stond Amber voor de deur. Een van mijn teamleden, echt Amber is fantastisch. Nou, die stond voor de deur om me te feliciteren met haar twee kindjes. En ze zei ook van nee, ik ben zo wel weg. Ik zeg nee, ze komt gezellig binnen. En toen is ze lekker binnengekomen en toen hebben we even gezellig gekletst. Die kindjes waren erbij, was super gezellig. Nou, vervolgens haal ik Julian uit bed. En zijn vriend komt terug, had me al geappt van ik neem broodjes mee, gaan we samen lunchen. En ik denk dat hij 1 minuut binnen is en dan gaat weer de deurbel. En ik zeg, ja, waarschijnlijk zijn dat de broodjes. Ik zeg, dat zijn de broodjes? Dus heb je die niet gewoon meegenomen van de Lidl net? Kom je? Ik zeg, ja, prima, ik kom wel. Dus ik liep naar de deur. Stond daar mijn beste vriendinnetje Femke voor de deur met haar vriend, die ook nog eens jarig is vandaag. Met zo'n feestknalding, zeg maar. Dus ze schoot allemaal slingers naar binnen. Echt superleuk. En met het kindje Rox, die 5 maanden ouder is dan Julian. Echt superleuk. Nou, ze hadden dus de broodjes bij zich. En allemaal lekkere lunch en sapjes en ja, komkommers. Echt superlekkere dingen. Nou, toen hebben we uitgebreid geluncht. Ik had ontzettend honger ook. En toen zijn ze meegereden vervolgens naar het nieuwe huis. We wilden gaan wandelen. Het begon het keihard te regenen, dus we konden alleen maar binnen zitten. Ja, het uitzicht is nog steeds fantastisch. Maar er is wel een groot verschil als je zon ziet of dat je tegen de regen aan moet kijken. Dus ik vond het echt wel balen ook dat ik niet kon wandelen. Want ik ben wel vanaf vorige week vrijdag niet meer gewandeld. Het heeft gewoon met de drukte te maken, keuzes te maken. En ik merkte vandaag dat ik dacht van, ik wil er ook gewoon even uit. Nou, toen ging het keihard regenen, maar we besloten het niet te doen. Zeker ook met Julian die net weer in bed lag. Die slaapt trouwens echt supergoed in IJssel. Dat vind ik wel heel fijn. En vervolgens zei ze van, ja, maar wat zou je nog graag willen? Hij zei, we kunnen een frietje gaan eten, we kunnen het pontje pakken, dan kunnen we gewoon naar België. Is heel leuk, daar een stukje verderop. Kun je het pontje pakken voor 1 euro per persoon en dan vaar je over naar België. En dan zei hij, kun je ook daar een frietje doen? En toen zei ik, nee, weet je wat? Ik zeg, ik wil ook even aan Julian denken. Laat hem heel even zijn rust gunnen. Hij moet nog eten. We gaan naar huis toe. Ik ga lekker broodjes halen. We gaan naar langs de Lidl. We hebben daar een hele leuke, fijne, grote Lidl. Ik ben fan van de Lidl. Dat merk je misschien al. Ik ben er nu in 1 week tijd, ik denk al 5 keer geweest of zo. Ik vind het echt een superleuke winkel. Dus ik ga wel even naar de Lidl, ga ik broodjes halen. En dan ga ik broodje, vegetarische hamburger broodjes voor je maken en zelf ook. En dan gaan we lekker thuis hem te eten geven. Ga ik het eten maken. En dan hebben we even een rustige avond. Nou, dat dacht ik dus. Ik had wel dus die lekkere broodjes gehaald. Maar Julian, die is me toch een partij onrustig tijdens het eten. Oh, ik weet het. Het is een spiegel, hè. Het was gewoon een hele drukke dag. En toen begon hij ook nog zo te doen. Ik zeg, Julian. Ik zeg, schatje. Ik zeg, ik hou heel veel van je. Ik zeg, wat zullen we alsjeblieft nu even rustig eten? Nou, dat was je dus echt niet mee eens. Nou, uiteindelijk hebben we je vroos opgezet. En toen heeft hij voorbeeldig gegeten. Je vroos is altijd onze laatste redmiddel. Dat werkt altijd fantastisch. Nou. En toen hebben we nog even geknuffeld. Hebben we uiteindelijk de cadeautjes uitgepakt. Want dat had ik nog niet gedaan. En toen heb ik hem net naar bed gebracht. En toen was het heel even achterover zitten. En wauw. Wat een leuke dag. Wat een drukke dag. Dus ik wilde vanochtend al die podcast opnemen. Omdat ik dacht, ik heb een hele rustige dag. Maar ik had uiteindelijk dus helemaal geen rustige dag. Wat wel superleuk is. Hè? Begrijp me niet verkeerd. En het was gewoon ook heel heftig. Nou, toen ging er ook nog iets fout met Money Mindset Mastery. Blijkbaar werkte de link niet in de mail, de video. En dat klopt, omdat gisteren moesten nog wat wijzigingen gebeuren. Dus ik had een instelling had ik veranderd en daardoor klopte de link niet meer. En daar had ik niet over nagedacht, dus daar kwamen mails over binnen. En ik denk, oh nee, ik moet even dit brandje blussen, dus dat hebben we ook nog even gefixt. Wat wel trouwens ook echt super leuk is, want nu lijkt het net of ik klaag ben, dat is helemaal niet zo. Maar ik hoorde van heel veel mensen dat ze het zo waardeerden.
dat ik open en eerlijk alles deel. En dat ik ook vaker laat zien dat het niet zo goed gaat. Nou, we willen dit niet zeggen dat het niet zo goed gaat. Maar ik deel wel. Het was een hele heftige dag. Nou, er ging dus ook iets mis met die link dus. En wat ik nu wil delen, sorry, nu ben ik mijn eigen tekst even kwijt. Is dat, dat het wel echt tof is. Dan ben ik zo'n dag weg geweest en ik open mijn mail. En er zijn fucking veel aanmeldingen binnengekomen voor Money Mindset Mastery. En dat is ook echt zo'n extra cadeautje nog voor vandaag. Ik wil het cadeautje weggeven, maar het is ook een cadeautje voor mij. Want dit is het wat ik het liefste doe. Mensen helpen, mensen coachen. Mensen helpen met hun leven compleet transformeren. Nou, voor Money Mindset Mastery geldt dus op financieel vlak. Dus dit is echt een groot cadeau. Dat je ja zegt tegen jezelf. Dat je ja zegt tegen mij. Dat je ja zegt tegen deze toffe samenwerking. En dat we dit gewoon gaan doen de komende maanden. Ik heb daar vet veel zin in. Het waren zoveel aanmeldingen. Ik denk, ik heb ze niet geteld. Maar ik zag al de mails. Ik denk, oh my god, wat fantastisch dit. Dus dat komt er nog eens bij. Je kunt nog tot en met vanavond 12 uur, 's nachts, 23:59, dan eindigt die. Kun je nog aanmelden? Ik geef echt een insane korting. Dus echt zorg dat je erbij bent. Ik heb een uitgebreide video ook opgenomen over wat het precies is. Ik heb ook mails zien binnenkomen. Mensen die zeiden van ja, ik twijfel heel erg tussen Love Attraction Mastery of Money Mindset Mastery. Wat is je advies? Nou, ook hier ga ik even mijn honest opinion over geven. Love Attraction Mastery is echt een must-volg training. Dat is echt mijn waarheid. Dan krijg je zo'n reetensterke basis in het master van de Love Attraction, in manifesteren. Die moet je volgen. Daar sta ik zo achter. Dat is echt eentje waar je gewoon bij moet zijn. En vervolgens kun je dan via Money Mindset Mastery veel dieper ingaan op het stukje geld. Money Mindset Mastery gaat zo diep. Die is ook veel groter nog dan Law of Attraction Mastery qua aantallen video's, qua modules. Die zitten 10 modules, meer dan 60 video's. Law of Attraction Mastery is trouwens ook een hele grote training. Volgens mij meer dan 50 video's. Maar die training is zo uitgebreid op het gebied van geld. En die is tweeledig. Aan de ene kant werken we heel erg aan het stuk shiften, ontdekken en shiften van jouw money blueprint. En vervolgens ga je werken aan jouw financiële vrijheidsplan. Dus het is heel erg shiften, actie, shiften, actie, shiften, actie. En daar zit de kracht. En ik ga in Money Mindset Mastery heel, heel, heel diep specifiek op geld, 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 geld. En dit moet zo uitgebreid zijn. Want ik wil dat jij echt die complete transformatie doormaakt. Ik kon hem gewoon niet korter maken. Dit moet erin. Maar je krijgt het materiaal. Je krijgt het. Je houdt het. Het is onbeperkt van jou. Dus als je aanmeldt, kun je die training 10 keer opnieuw doen. 20 keer opnieuw doen. Of 2 keer opnieuw doen. Maar je houdt toegang tot al het materiaal. En dat maakt het zo waardevol. Ook als je nu voelt van ik wil erbij zijn, maar ik heb er nu geen tijd voor om te starten. Schaf hem nu aan, doe mee, zeg ja en start later. Dat kan. Je houdt gewoon onbeperkt toegang tot het materiaal. Maar dus antwoordgevende op die vraag, wat adviseer je? Ik zeg, Love Attraction Mastery is een must-follow training. Daar zweer ik bij. En vervolgens zie je de verdiepingen heel sterk in Weight Loss Mastery. Die ik volgende week lanceer, woensdag 19 juni, gaat heel erg diep op voeding, gewicht, zelfbeeld. En dat stuk. En Love Attraction Mastery, wat ik net zei, die sterke basis, die lanceer ik 16 juni. En Money Mindset Mastery is nu dus een hele korte verjaardagsactie. En die gaat dus mega diep op dat financiële stuk. Heel veel mensen volgen de training allebei. Want degene die nu Money Mindset Mastery volgen, hebben ook bijna allemaal Love Attraction Mastery gevolgd. En als je nu twijfelt, het is aan jou. Het is geen absoluut niet verplicht. Je kunt Money Mindset Mastery gewoon losvolgen. En dan heb je er ook rete veel aan. Maar die twee gecombineerd, zeg ik, zijn goud waard. Maar die keuze laat ik aan jou. Alright, als je nog een vraag hebt vandaag. Als je nu die podcast luistert en je hebt nog een vraag, whatever, stuur me een DM. Ik probeer zoveel, ik ben vandaag aan het klussen, maar ik ga zoveel mogelijk beantwoorden. Al is het vanavond. Dus dan kom ik bij je terug, dat sowieso. Maar weet gewoon echt, als je die transformatie wil maken, ik kan niet genoeg benadrukken hoe vet die deal is en hoe waardevol die training is. Vandaag wil ik iets met je delen naar aanleiding van de podcast die ik op heb genomen over het stukje huis manifesteren. Ik kreeg namelijk, ik heb daar zo'n, zoals ik gisteren ook al deelde, zo'n shitload aan berichten op binnengekregen. En ik vond het heel fijn om terug te krijgen
wat precies aan die podcast vond je nu zo vreselijk waardevol? Want ik kan iets met die feedback hebben, want dan weet ik waar je op aangaat. Dan weet ik waar je op zit te wachten. Dan weet ik wat ik meer mag doen. Nou, en wat ik heel erg terugkreeg was dat de open en eerlijkheid zo gewaardeerd werd. En dat ik gewoon praat, dit is wat het kost. Dit is hoe we het gedaan hebben. Dit is hoe shit het ging in onze relatie op bepaalde momenten. En wat ik ook van meerdere mensen heb gehoord, en dat is ook goed voor mij om te realiseren. Soms lijkt het bij jou of dat alles altijd maar goed gaat. En dat is niet zo. Bij deze, dat is niet zo. En ik wil ook niet dat dat zo overkomt. Ik geloof wel dat als iets niet goed gaat, dat ik heel goed ben in dingen shiften. En dat er nooit iets is waar ik heel lang in blijf hangen. Maar gaat altijd alles goed? Nee. Nu we in die periode met dit huis zitten, ik vind het heel erg pittig. Ga ik ook eerlijk toegeven. Het is pittig, het is stressvol. Merk dat we allebei kortere lontjes hebben naar elkaar toe. He, je hebt de zorg voor een kindje, je bent mama, je wil eigenlijk ook nog me-time. Nou, die schiet er op dit moment bij in. Wil ik niet, ga ik ook niet lang volhouden. Dus dat gaat vanaf volgende week weer anders zijn. Deze week hebben we dus echt tussen haakjes vrij om te klussen. Nou, dan wil ik er ook gewoon volledig zijn en dan wil ik daaraan deelnemen. Nou, 's avonds is jullie handel, dus dan kan ik ook niet zomaar weg. Dan kan ik ervoor kiezen bijvoorbeeld om 8 uur nog te gaan wandelen. Maar nu met die laatste tijd met die regen had ik daar gewoon geen behoefte aan. En ik merkte na een dag klussen dat ik ook gewoon op was. Ik ben echt fysiek gewoon kapot. En dan is het ook gewoon klaar. Dus dan heb ik gezegd, nee, ik ga liever dan ga ik naar bed. Het is prima. Volgende week is het weer anders. Ik weet ook gewoon dat het tijdelijk is. Dus dan is het ook oké. Maar gaat altijd alles goed? Nee. Bij lange na niet. Maar het is juist de kunst. Want ik geloof er niet in dat er überhaupt dat kan. Dat het altijd maar goed gaat. Dat je dat überhaupt ook niet na moet streven. Maar het gaat er altijd om, hoe ga ik ermee om? Hoe kies ik om met een situatie om te gaan? En daar zit de kracht en daar zit ook de transformatie. Nou, wat kreeg ik nu specifiek terug? Ik kreeg van één iemand een bericht wat ik met je wil gaan delen en waar ik dieper op in wil gaan. De aanleiding van die podcast stuurde zij mijn bericht, zegt ze van Kim, je hebt mij zo aangezet. Ik kan hier zo ontzettend veel mee. Nu snap ik waarom het bij mij niet lukt, zegt ze. En die vond ik echt super waardevol om als feedback te krijgen. Ik zeg aan, wat is dat dan precies? Zegt ze, ja, ik heb het A, niet helder wat ik wil. En B, ik gedraag me niet als een pitbull zoals jij wel doet. En dat inzicht is voor mij goud waard. En die laatste vooral, daar wil ik even wat dieper op ingaan. Ik heb daar ooit eerder 1 aflevering over opgenomen. Maar het is het waard om hier heel erg op in te zoomen nu. En dat is namelijk die mentaliteit van een pitbull. Dat is iets wat ik mijn hele leven al heb en alleen maar sterker is geworden. Ik werd vroeger ook pitbull genoemd. Er is een ex-vriendje geweest, die noemde mij pitbull. En dat deed hij natuurlijk als grapje, maar er zat wel een kern van waarheid in van niet lukken is, dat was toen al, niet lukken is letterlijk geen optie in mijn hoofd. Ik hoor zijn vriend net nog zeggen, ja, ik ga dit ook even met je delen. Hij zat er net op de bank en ik vind het niet fijn dat er zo weinig zon is. Ik vind het ook niet fijn dat er vandaag weinig zon was toen we wilden gaan wandelen. Ik geniet van de zon, ik geniet van warmte. En zijn vriend waardeert heel erg de 4 seizoenen. Hij waardeert kou, hij waardeert ook regen. En ik heb dat helemaal niet. Dus we zijn heel verschillend op dat vlak. Ik zou zo kunnen emigreren. Ik zou zo naar een warm land kunnen. Ik heb het ook nooit te warm. Ik vind dat heerlijk in die tropische warmte. Daarom doe ik het ook zo goed op Bali onder andere. En toen doet hij de uitspraak. En toen zei ik, zeg, waarom kan het hier gewoon niet altijd fijn weer zijn? Zeg, waarom moet het in Azië fijn weer zijn altijd en altijd warm? Zeg, waarom is het hier zo'n pokken weer? Zegt hij, ja, maar hier zijn de voorzieningen wel heel goed. En je kunt niet alles hebben. Ja, van die opmerking gaan mijn haren overeind staan. Want dat is in mijn hoofd, bestaat dat niet. Je kan niet alles hebben, dat bestaat gewoon niet.
dat laat ik er gewoon niet in. Dat accepteer ik niet. Je kan niet alles hebben. Dus ik ga meteen, ik zeg er verder niks op. Maar ik denk gewoon, oké, dat is niet mijn waarheid. Niet mijn waarheid. Ik kan wel alles hebben. En ik zie het gebeuren dat er ooit een vakantiewoning komt. Voor ons in Spanje of zo. Iets wat dichtbij is. Dichtbij een vliegveld waar we makkelijk... We hebben vrienden wonen bijvoorbeeld in Alicante. Zoiets. Dat is maar 2 uurtjes vliegen volgens mij. Dichtbij Maastricht Airport kunnen we... Dus dat zie ik gebeuren. Hebben we zelfs naar gekeken voordat dit huis lukte om een vakantiewoning te kopen in Spanje. Dus of dat nu Spanje of ergens anders, maar ik zie dat gebeuren. Ergens waar het gewoon warm is, waar ik zeker in de winter gewoon regelmatig naartoe kan. Ook nu, ik zie dat wel voor me met de toekomst nu en met corona. En dat ook vanuit zijn vriend dat niet meer zoveel van hem verwacht wordt dat hij op kantoor is. Dat hij ook meer zijn eigen tijd in kan delen. En dan zie ik zie dat ons doen. Dus wie weet, maar ik wil alleen maar zeggen, ja... Weet je, ik denk dan, nee, dan ga ik gewoon zorgen dat dat lukt. Je kunt niet alles hebben. Ja, dan zijn we wel de grootste tijd in Nederland. Dan hebben we daar de faciliteiten. Maar dan heb ik gewoon een vakantiewoning waar ik naartoe kan. In Spanje heb ik het ook allebei. Dat is prima. En zo werkt mijn brein dus. Het is geen optie dat het gewoon niet allemaal kan. En ik deel dit met je omdat ik van mening ben dat het je dient om zo te gaan denken. How can I have both? Hoe kan ik het allemaal hebben? Nou... Op het moment dat dat je basis gaat worden, je en-en, hè? Dus how can I have both? Hoe kan ik het allebei hebben? Hoe kan ik het allemaal hebben? Dan is het vervolgens veel makkelijker als dat je waarheid is om die pitbull-mentaliteit aan te nemen. En op het moment dat je nog niet precies helder hebt wat je wil, dat is helemaal niet erg. Ik bedoel, contrast zorgt er ook voor. Hè? Contrast is gewoon shit ervaren. Zorgt er altijd voor dat je dingen helder krijgt. En soms is het ook goed... om jezelf eens hele concrete vragen te stellen. Oké, die vraag die ik mezelf altijd stel en regelmatig komt die terug. Als alles mogelijk was, geld zou geen rol spelen. Als alles zou kunnen, zouden er geen belemmeringen zijn. Hoe wil ik dan dat mijn leven eruit ziet? Die wil ik dat even binnenkomt. Die stel ik jou nu. Als alles mogelijk is en geld zou geen rol spelen. Hoe zou ik dan willen dat mijn leven eruit ziet? En daar ga je eens op journalen. Ga eens schrijven. Ga eens visualiseren. Schrijven werkt ook echt wel heel goed. Ik ben extreem goed in dingen meteen voor me zien. Dingen kunnen voelen meteen. Maar dat is ook iets wat ik heb ontwikkeld. Maar schrijven in de basis werkt ook gewoon heel goed. Dus voel eventjes wat bij jou past. Nou, dat maakt dat je makkelijker helder krijgt wat je precies wil. Op het moment dat jij gelooft dat je alles kan hebben, dat het en-en is. Dat je helder hebt wat je wil. Dan is het vervolgens, kom ik daar weer op terug, makkelijker. Makkelijk, nee niet makkelijker, makkelijk om een pitbull mentaliteit te creëren. En ik denk, en daarvoor vond ik het zo sterk dat ik die als feedback kreeg van degene die mij dit bericht stuurde. Ik gedraag me niet als een pitbull zoals jij. En ik geloof heel erg in de kracht van het zijn van een pitbull. En ik geef dat de naam pitbull, omdat dat met mij resoneert. Maar je snapt wat ik daarmee bedoel. Iemand die zich vastbijt in iets en niet meer loslaat tot hij heeft wat hij wil hebben. En zo is het gegaan met mijn huis, zo is het gegaan met mijn eigen bedrijf. Zo heb ik dat gedaan in relaties. Als iets uitging of zo, dat ik gewoon niet kon rusten tot ik iemand... Dat is ook echt heel erg, maar dat was op een gegeven moment gewoon ook een spelletje. Tot ik iemand terug had, zeg maar. En dan had ik dat. En dan was het gewoon niet meer interessant. Want dat is even verder nu niet belangrijk. Maar dat heeft alles te maken met die mentaliteit, zeg maar. En ik zeg niet per se dat dat altijd goed is, hè. Maar in de meeste gevallen maakt het wel dat je altijd krijgt wat je wil. Omdat jij een persoon bent, zoals ik gisteren ook in die podcast heel sterk benoemde, die weet dat hij alles kan hebben en die geen genoegen neemt met minder. En dat is die pitbull mentaliteit. Die gaat vol voor wat hij wil en laat niet los tot hij heeft wat hij wil. Ook al werkt alles tegen je, ook al verklaren mensen voor gek, ook al lukt het keer op keer niet, dan nog... blijf je vastbijten. En Tony Robbins roept dit altijd in zijn seminars. Heel tof. And if that doesn't work, what do? You try again. And if that doesn't work, what do? You try again. And if that doesn't work, what do? You try again. Dat doet hij 10 keer achter elkaar. En dat is voor mij ook het hebben van een pitbull mentaliteit. Niet lukken is geen optie. Als plan A niet werkt, ga je naar plan B. Als plan B niet werkt, ga je naar plan C. Maar dat het niet lukt, bestaat niet. Het moment dat jij heel helder hebt wat je wil. Je gelooft dat je het kan hebben. Je gelooft in en-en, ik kan alles hebben. Dan is het vervolgens wel aan jou, als jij wil manifesteren.
wat je wil. Als jij jouw droomleven wil creëren, jouw droombusiness, financiële vrijheid wil creëren. Dat jij je vastbijt en er alles aan doet om daar te komen waar jij wil zijn. En of dat nu een investering is. Hè, bepaalde coaching volgen, die stappen durven zetten. Of dat het is, ik ga briefjes in de bus duwen bij huizen. Ik ga de makelaar plat bellen. En ook al wordt de makelaar kwaad op je in mijn geval. Dan nog ga ik door. Want ik kan niet rusten tot ik er alles aan gedaan heb. Of je gaat solliciteren en je belt het bedrijf plat waar je de baan wil hebben. Ik weet niet wat. Maar als ik nu terugdenk, ook verder terug in mijn leven. Keer op keer. Niet lukken is geen optie. En het klinkt misschien een beetje creepy. Zo is het ook niet bedoeld. Het is echt positief bedoeld. Jouw kracht wil ik naar boven laten komen. Die pitbull die zit ook in jou namelijk. En als jij iets wil, dan is het jouw taak. En ik zie dat heel erg bij Julian terug trouwens, dit gedrag. En dat maakt hem af en toe ook zo fel. En ik zie mezelf daarin terug. Dus ik kan er over het algemeen ook heel goed mee omgaan. Omdat ik zie, daar zit zo'n bit in dat mannetje. Dat is ook, als ik niet krijg wat ik wil, word ik super lastig. Totdat jullie me geven wat ik wel wil. Dat wil niet zeggen dat hij altijd zijn zin moet krijgen. Ja, daar gaat het niet om. Maar ik zie gewoon, ik zie die pitbull-mentaliteit in mijn zoontje terug. En ik vind dat tof. Want ik weet, dat wordt ook zo'n pitbull. Die gaat ook krijgen wat hij wil. Die gaat vette dingen creëren in zijn leven. Ik persoonlijk hou daarvan. En ik kan me ook voorstellen als je nu luistert en denkt van ja, ik hou helemaal niet van zo'n mensen. Dat is ook oké, hè. Nogmaals, alles is oké. Maar weet wel, wil jij manifesteren wat jij wil? Dat stukje inspired action, maar vooral ook dat stukje actie, hè? Daar dan eventjes de nadruk op. En wanneer is het inspired action? Op het moment dat jij heel helder hebt wat je wil en je weet dat je het kunt krijgen. Die twee dingen zijn absoluut noodzakelijk om vervolgens ook te kunnen zeggen, oké, maar dan ga ik die actie ondernemen. En ik weet dat het me uiteindelijk gaat lukken. Ik ben onthecht, de tijd boeit me niet. Ik weet dat het me uiteindelijk gaat lukken. Ik stop niet met proberen. Ik stap niet uit mijn vertrouwen. Ik blijf vertrouwen, ik blijf verwachten. Maar ik blijf er ook vol voor gaan. Ik blijf vol in die actie zitten. Ik zie dan ook letterlijk zo'n pitbull zie ik voor me, die vastbijt in een been. Of hij is anders in, maar hij maakt er maar iets van. En dat je kan schudden, maar die pitbull die laat niet los. En ik wil dat jij gaat zijn en gaat denken en gaat voelen en gaat handelen als een pitbull. Omdat het mijn waarheid is dat jij dan krijgt wat je wil. En misschien niet bij poging 1, maar als jij vasthoudt, gaat het lukken. En do whatever it takes om daar te komen. En dan is het nu aan jou. Wat heb jij nodig? Wat moet, mag jij doen om daar te komen waar jij naartoe wil? Is het investeren in jezelf? Is het een enge stap zetten? Is het iets voor jezelf? En is het op welke manier mag jij gruwelijk uit je comfortzone gaan en blijven vastbijten? Zodat jij gaat krijgen wat jij wil hebben. Wat is dat voor jou? Eén ding die ook nog naar voren kwam in een opmerking, is dat iemand tegen mij zei. Wat ik heel lastig vind, is goed zijn met geld, hoe dat jij dat bent. Jij bent ook extreem goed met waar je geld aan uitgeeft en sparen. Ik vind dat lastig, omdat ik niet weet waar ik het voor doe. Nou, dat kan te maken hebben met natuurlijk niet een helder doel voor ogen hebben. Maar waar het vooral mee te maken heeft, is de betekenis die jij geeft, die jij koppelt aan geld. En dat is voor iedereen anders. En voor mij is geld vrijheid voor de toekomst, zeg maar. Dus dat gevoel van iets op een spaarrekening zetten, toewerken naar iets, is voor mij een enorm vervullend gevoel. Omdat voor mij is dat stuk geld gekoppeld aan vrijheid op de lange termijn. En daardoor voel ik al vrijheid nu, totdat ik die stap zet. En voor heel veel mensen staat geld gelijk aan instant gratification. Dus het geluk van het geld zit hem in er meteen iets mee kunnen doen. Dus naar een terrasje gaan dit eten, iets leuks kopen voor jezelf. Hè? Gaan je inkomsten omhoog, ga je ook je uitgaven omhoog. Je levensstandaard gaat omhoog. Daar is niks mis mee. Maar op het moment dat jij bepaalde financiële doelen wil bereiken, of je wil sparen voor een toffe camper, of je wil sparen voor vakantiehuis, of je wil een droomhuis kopen, dan zul je ook op een andere manier met geld om moeten gaan. En dat kun je pas als je jezelf en je partner snapt.
weet wat de betekenis voor jou is van geld. In Money Mindset Masters, in die training, gaan we er ook heel diep op in. Je gaat namelijk leren welk type jij bent. Ik ga allemaal types met je doornemen. En dan ga jij jezelf mega goed snappen op het gebied van geld. En je gaat je partner heel goed snappen. Waardoor relatie-issues ook meteen opgelost worden. Want dit is zo'n game-changer. Dat is tussen, ja, zijn vrienden en mij is dat ook echt heel waardevol geweest. En ik snap nu ook in eerdere relaties hoe dingen vaak zo mis konden gaan. En zo'n miscommunicatie was. Maar dat is gewoon, dat heeft een hele andere betekenis. Geld heeft een hele andere betekenis. En jezelf leren kennen en je partner leren kennen. Want dat is wel heel belangrijk in zo'n relatie. Is goud waard. Dus dat is eventjes ook een belangrijke om je te beseffen. Want misschien hebben meerdere mensen namelijk dit gevoel gehad bij het luisteren naar die podcast. Vindt dat lastig. Het heeft en natuurlijk te maken met niet helder waar je het voor doet. Maar over het algemeen moeite hebben met het lastig vinden om geld opzij te leggen. Dus om ergens voor te sparen. Heeft vooral te maken met dat geld jou een voldoening geeft op het moment dat je het meteen kan uitgeven. Dan krijg je daar meteen iets voor terug. En dat is instant gratification. En dat staat voor jou gelijk aan geluk. Daar is niks mis mee. Hè? Dit is niet iets wat goed of fout is. Maar het snappen en vervolgens ook weten. Oké, dit is wat ik doe. En dit is wie ik mag gaan zijn om dit en dit en dit te bereiken. Zo ga ik die persoon zijn. Gaat alles voor je veranderen. En dan is het weer aan jou. Om die gruwelijke, irritante, sterke pitbull te zijn. Heel veel mensen vinden dit gedrag irritant. Interesseert me geen reet. Want ik krijg voor elkaar wat ik wil. En ik heb niet heel veel vrienden in mijn leven. Maar ik heb die behoefte ook niet. Ik heb een aantal hele goede vrienden. En er zijn ook echt heel veel mensen die iets daarvan vinden. Hè, dat ik zo zichtbaar ben en dat ik dit. Maar weet je, I don't give a fuck. Echt, die fase ben ik zo voorbij. Die periode heb ik zo gehad. I don't give a fuck. En dit heeft ook met een pitbull mentaliteit te maken. Ik wil dit bereiken. Ik wil een business opbouwen. Ik wil impact creëren. Ik wil grootse dingen neerzetten in Nederland, in de wereld. Ik wil een vet leven voor mezelf creëren. En daar ben ik aardig goed aan timmeren. Dat wordt alleen maar meer. Ik wil gewoon een voorbeeld zijn. En dan kan ik het me niet permitteren om me druk te maken over de mening van een ander. Want dan ga ik me klein houden. En als ik me klein hou, ga ik niet doorpakken. En als ik niet doorpak, kan ik die inspiratiebron niet zijn die ik wil zijn. Plus, ik creëer mijn eigen fantastische leven niet. Dan had ik dit allemaal niet gecreëerd als ik me druk zou maken om de mening van een ander. Ik deed dat in het begin wel, tot ik me realiseerde, nee. Een ander gaat niet bepalen hoe ik mijn leven leef. En als ik mijn doelen wil bereiken, is het nodig dat ik, en dat wilde ik ook heel graag, is dat ik mezelf ben. Dat ik fucking zichtbaar ben, dat ik dit ga doen. Ik wil dit creëren, ik wil die online business, ik wil die zichtbaarheid, ik wil die impact. En daar zullen mensen wat gaan van vinden en dat vinden ze al 10 jaar. En I don't give a fuck. En het is heel vaak een spiegel, hè, dat het vooral gaat over, het zegt alles over die anderen en helemaal niks over jou. Maar er zijn veel te veel mensen die zich laten klein houden door de fucking mening van een ander. Fuck die mening van een ander. Het is jouw droomleven. Het is jouw droombusiness. Het is jouw financiële vrijheid. Het is jouw droom. Niets of niemand mag daar aankomen. Laat daar niets of niemand aankomen. Ben die pitbull. Vooral op het gebied van wat jij ervoor moet doen om dat te creëren. Ben die pitbull. Dit gaat je zo enorm uitbetalen. Dit gaat je zo enorm veel opleveren. Letterlijk financieel, maar op alle vlakken. Kun je je voorstellen als jij er echt al in gaat en die pitbull gaat zijn. En dat doet wat er voor nodig is om daar te komen waar jij naartoe wil. Wat dat doet met je zelfvertrouwen. Wat dat doet met jouw persoonlijkheid. Wat dat doet met je identiteit. Hoe jij positief verandert als persoon. Hoe heerlijk is het als je kunt voelen. Het boeit me geen fuck wat een ander ervan vindt. Ik heb een droom. Ik voel dat ik verdomme wat te doen heb hier op aarde. En ik ga dat, sorry voor mijn taalgebruik, maar ik sta ook even aan nu. Ik ga dat verdomme realiseren en ik laat niet los tot ik heb wat ik wil hebben. En dit is wie ik ga zijn. Ik ben een pitbull. Als ik iets wil, bereik ik het. Als ik een verlangen heb, betekent dat ik het kan bereiken. En het is nu aan mij om vast te bijten en niet meer los te laten tot ik heb wat ik wil hebben. Ik kijk niet meer achterom, ik ga alleen maar voorwaarts. En wie met me meegaat, mag met me mee. En wie niet met me meegaat, die laat ik achter. En dat is volledig oké. Er komen nieuwe mensen die met mij levelen op mijn pad. En dat
gaat de match zijn. En dat zijn de mensen waarmee ik wil omgaan. Dat zijn de mensen waarmee ik verder wil. Dat zijn de mensen waarmee ik tot ongekende hoogtes kan stijgen. En soms is dat heel pijnlijk en heel confronterend. Maar dit hoort ook bij het zijn van een pitbull. Dit hoort bij groei. En dit hoort bij het bereiken van vet succes. Dus nu is het aan jou. Neem je mijn uitnodiging aan. Ga je een pitbull zijn? Gaan we samen een pitbull zijn? Dan kom ik met liefde met je spelen, want ik zie allemaal hondjes in een wei rennen. Wij hebben trouwens voor het nieuwe huis een wei voor het huis van 800 vierkante meter. Waar heel vaak boeren hun schaapjes, of niet boeren, maar herders hun schaapjes op laten grazen. En boeren hun vee. Dus bij deze wil ik die wel leeg maken. Wil ik die wel leeg houden voor een aantal pitbulls. Kunnen we samen gaan spelen. Als het je wat lijkt, let me know, oké? Ik speel graag met mede-pitbulls namelijk. Nee, maar even zonder grapjes. Laten we het vooral luchtig houden. Even zonder grapjes. Dit is wel gewoon wat het is, hè. En het zijn niet mooie woorden. Dit is gewoon hoe het is. Fucking hell, je wil wat. Ga ervoor. Niet niepen, maar doen. Hou op met zeuren. Krijg helder wat je wil en ga een stap zetten. En vaak heb je het niet helemaal helder en dan ga je toch een stap zetten. Ja, ik wil financiële vrijheid. Oké, en hoe wil je dat bereiken? Ja, weet ik niet. Oké, nou dan ga je daar eens over nadenken hoe je dat wil bereiken. En als je dat helder hebt, ga je stappen zetten. En het is gewoon een stap. You learn as you go. Action brings clarity. Dat is echt zo. Ik heb dat aan de levende lijve ondervonden. Toen ik mijn bedrijf startte, oh my god, ik had geen idee wat ik aan het doen was. En nu vind ik het vet. Ik vind het zo leuk. Dat is ook het hoort ook bij die pitbull mentaliteit. Continu aangaan van nieuwe dingen leren. Ik ga aan van leren over alles wat nu te maken heeft met dat huis. Al die gesprekken, het is super vermoeiend ook. Al die gesprekken met aannemers, met een constructeur, met een architect. En iedereen zegt wat anders. En af en toe is het gewoon zwaar vermoeiend. En ik leer er superveel van. En daar ga ik heel erg van aan. Ik ben zoveel wijzer geworden de afgelopen maanden. Ik heb ook zoveel geleerd over investeren, over vastgoed. Ik vind het ook super interessant om te leren over andere manieren van met je geld omgaan dan de traditionele manier. Ik heb bij een bank staan als ik een spaarrekening heb. Hè? Ik vind de cryptocurrency super interessant. Continu die mentaliteit van leren, openstaan om nieuwe dingen te ontdekken, openstaan om nieuwe dingen uit te proberen, risico's durven nemen. Dat hoort er allemaal bij. Zo creëer je succes. Zo creëer je financiële vrijheid. Spring maar eens in het diepe. Je leert wel. Het is nooit weggegooid geld. Het is nooit weggegooide energie. Je leert altijd. En als jij de mindset gaat aannemen van een succesvol persoon, dan is alles wat je leert waardevol. Want alles brengt je dichter bij de beste versie van jezelf. En dat is wat je wil. En dat is wat jij kan. Maak die keuze om een pitbull te zijn. Hi, ik ben Kim en ik ben een pitbull. De volgende keer als jij je voorstelt, zeg je hey, ik ben Marietje en ik ben een pitbull. Hey, ik ben Chantal en ik ben een pitbull. Hey, ik ben Carlijn en ik ben een pitbull. Dat is toch lekker? Ik ben een pitbull. Als ik iets wil, dan fix ik het. Als ik iets wil, dan zorg ik dat ik het krijg. Hoe lekker is het als je zo tegen jezelf kan praten? Sta eens op, ga eens voor de spiegel staan. Zeg je, hey, goedemorgen. Ik zie er goed uit vandaag. Ik ben een pitbull. Ik krijg alles voor elkaar wat ik wil. Ik heb zin in vandaag. Let's do this. Hoe lekker is het om zo je dag te starten? Ik weet het, want ik spreek uit ervaring. Het is echt niet zo dat ik elke dag zo voor de spiegel sta, want dit is gewoon mijn identiteit. Maar ik voel die wel gewoon. Ik ben een pitbull. En daar ben ik trots op. Oké. Ik ga hem nu afsluiten, want ik ben wel veel te lang aan het lullen. Maar soms moet ik gewoon, dan denk ik, oh, ik wil het even erin rammen. Want dit gaat je leven veranderen als je dit doet. Ik weet dat jij ook die financiële vrijheid wil creëren. Ik weet het, maar dan zul je een pitbull moeten zijn. Dan zul je risico's moeten nemen. Dan zul je in jezelf moeten investeren. Het wordt je niet zomaar in de schoot geworpen. Zo werkt de law of attraction niet. The law of attraction doesn't work without action. It's all about action. Jij moet in actie komen. Jij moet die pitbull zijn. Jij moet besluiten. Ik ga dit doen. Ook echt vet. Ik kreeg de reactie op die podcast. Ik heb meerdere gekregen. Maar deze reactie waar ik vandaag over praat. En ik luisterde diezelfde dag. Het was gisteren. Een podcast van Abraham Hicks. En daar
praat ze dus ook over, ze zegt niet letterlijk pitbull mentaliteit, maar het kwam op hetzelfde neer. Dat is wat de law of attraction is. Jij maakt die commitment. En je stopt niet dat je het hebt. Daar komt het gewoon op neer. Ik dacht, zie je wel. Zelfs Abraham Hicks teach dit. Dit is gewoon hoe het werkt. Zo werkt de law of attraction. Geloven dat je het kan hebben. En vervolgens all in gaan. En bij all in betekent vastbijten. En niet meer loslaten tot je het hebt. Oké, okay, let me know if you're ready to be a pitbull. Vind ik vet leuk om die berichten te krijgen. Kim, ik ben een pitbull. Dat zou ik echt tof vinden. Oh nee, nog leuker. Je maakt een screenshot. En dan stuur je, en dan zet je erbij. Hey, ik ben een pitbull. Zoiets in die trant. Dan weet ik meteen wat je doet. Dat zou ik echt tof vinden. Maak een screenshot, deel je de aflevering met iets van een pitbull tekst erbij. Ja, dat lijkt me echt tof. Dan kunnen we een beweging creëren met z'n allen. Oh, een pitbull beweging. Hoe tof zou dat zijn? Alright, ik ga nu mijn mond houden. Ik heb veel te veel geluld. Ik hoop vooral dat ik je aan heb gezet. Ik wil je aanzetten. Ik wil dat je actie onderneemt. Ik wil dat je doorpakt. Ik wil voor jou. Dat is vette succes. Ik wil het. Voor jou. Omdat ik weet dat het kan. En we leven in een wereld van overvloed. En als jij iets bereikt, betekent dat niets minder voor mij. Het betekent alleen maar dat we samen kunnen gaan vieren. En dat is waar het om draait. En dat is echt de overvloed. Oké, ik ga nu even lekker achterover hangen, denk ik. Dankjewel voor het luisteren. Echt, laatste dag, ben niet te laat. Meld je aan voor Money Mindset Mastery. Dan gaan we samen de komende maanden een pitbull zijn. En ga ik jou helpen om je allermooiste leven te creëren. Om je allervetste financiële realiteit te creëren. Om dat te bereiken wat jij zo graag wil. Gun jezelf dat. Gun die pitbull in jezelf dat. En go all in. Dankjewel voor het luisteren. Ik spreek je maandag. Doei!